Fouad Belaoui, half jaar geleden kwam je bij Sporten 46 in de winterstop en dan moest je hier gaan voetballen, ons beter maken. Ja. Hoe is dat gegaan het afgelopen half jaar? Ik denk wel dubbel. Begon heerlijk met de eerste wedstrijd tegen Odin. Gelijk belangrijk geweest, in goaltje gemaakt, periode kampioen geworden. Dus ik denk het begon heerlijk. En ook een beetje wisselvallig daarna, veel dan weer invallen, dan in de basis, invallen, basis. Dus niet al te veel gespeeld, als dat ik zeg maar normaal gewend ben. En ja, uiteindelijk wel een mooie tijd gehad en blij dat we het zo hebben kunnen afsluiten. Voor de reguliere competitie in ieder geval. Is het al een beetje bekend wat je gaat doen volgend jaar? Nee, ik ben nog een beetje aan het oriënteren. Een beetje voor mezelf kijken wat ik ga doen. En ook een beetje kieskeurig. Dus, vertel. Nee, dat hou ik wel liever van mezelf. Even kijken wat ik precies ga doen. Je hebt een half jaar bij ons gespeeld. Wat is nou een moment waarvan je zegt van, ja, dat was echt het mooiste moment waar ik het nog toe bij Sporters heb meegemaakt? Ja, dat, ik zei het net al eigenlijk. Sowieso mijn goal, die de periode opleverde. En ik denk dat sowieso als team is dat het mooiste moment in het hele seizoen, denk ik. Als je een periode pakt, is toch een soort van prijs. Dus het mogen duidelijk zijn dat voor mij ook het mooiste moment was. Was dat een leuke speelgroep hier? Sorry? Was dat een leuke groep hier? Ja, zeker, zeker. Ik ben echt fantastisch opgevangen. Ik kon het eigenlijk met iedereen wel goed vinden. En op het veld was het ook gewoon prima te doen. Tuurlijk, wat ik net zeg, ik had verwacht wel wat meer te spelen. Maar uiteindelijk echt een mooie tijd gehad en vrienden daaraan overgehouden. Dus ik heb een mooie tijd gehad. Mooie periode om af te sluiten. Fouad, wij van Sport Insight, we gaan je bedanken voor je inzet het afgelopen half jaar. We wensen je uiteraard ontzettend veel succes, wat je dan ook gaat doen in de toekomst. Yes. En wie weet zien we je hier ooit nog eens een keer terug. Ja, ik hoop niet als tegenstander, maar wel als speler van Sport Insight. Yes, we gaan elkaar zien en we wensen je een hele goede tijd. Dank u wel, hetzelfde.